Het laatste wat ik me herinneren kan, was dat mijn vader en ik per boot de rivier afvoerden. Hij had mij net een heel bijzondere halsketting gegeven. En toen... Ah! Ik werd gered door Montaro. We hebben nog urenlang naar mijn vader gezocht, maar tevergeefs. Montaro, Tico en Spook de Jaguar hebben mij geleerd met het oerwoud en zijn bewoners te leven. Ik ben opgegroeid met de wetten van het oerwoud. De dieren zijn geen vijanden voor me. Het zijn mijn vrienden. Ik ben Jana uit het oerwoud. Jana uit het oerwoud. Met Willeke van Amelrooy en Otto Sterman. Sierra Yankee Bravo aan vluchtleiding. Vervolgkoers op schema richting. Jongens, moeilijkheden. Een van de motoren is uitgevallen. Ik zal de kist moeten verlaten. Wat doe ik met de lading? In het vliegtuig laten. In de kist zit hij safe vanaf wanneer hij ergens in de jungle ligt. Hé. Maar we praten over een nieuw soort levensgevaarlijke bom. Als hij met het vliegtuig neerklapt, ontploft hij. Nee, zolang de ontsteking niet geactiveerd wordt, gebeurt dat niet. Dan zullen we dat nu zien. Want ik moet eruit, hoor. Nu! Wat nu weer? We hebben al ellende genoeg, dacht ik. En ik hoop dat de vluchtleiding gelijk heeft wat betreft de ontsteking. Rustig maar, Tico. Wanneer leer je nou eens dat je niet in doornstruiken moet klimmen? Ja, ik kan je niet steeds blijven oplappen. Nou, het doet even pijn, Tico. Maar ja, tenslotte ben ik de beste dierarts van het Chimbota-reservaat. En zeg maar de enige. Alsjeblieft. Dat deed geen pijn, hè? Het is de beste honorering die ik in jaren gehad heb. Zo. Laat me eens even naar je keeltje kijken. Lijkt me een typisch geval van zenderkleuring. Zenderkleuring? Ach, let niet op hem, Montaro. Wat je hoort is de korte golfradio. Het noodkanaal. Attentie, in het gebied rond de Shibuku-rivier is aan de noordelijke zijde een militair vliegtuig neergestort. Er zijn vrijwilligers nodig om naar de vermiste piloot te zoeken. Dat is hier in de buurt. Kom mee, Montaro. Hé, wacht even. De piloot zou wel eens hulp nodig kunnen hebben. Zelfs al ben ik maar dierarts. In dit deel van het oerwoud zal je niet gauw een mens kunnen opsporen. Het is dicht begroeid en knap gevaarlijk. Stel dat de piloot gewond is, we moeten hem zo spoedig mogelijk te pakken krijgen. Dat kunnen we dus niet alleen af. Waar is onze luchthulpmacht? Waar ben je? Pichu! Heb jij in het oerwoud een verdwaalde vreemdeling gezien? Pichu heeft iets uit de lucht zien vallen aan een waaiende wolk. Een waaiende wolk? Een parachute? Dat moet hem geweest zijn. Dat is degene die we zoeken, Pichu. Breng ons naar hem toe. Vlug! Help! Hoort iemand mij? Ga weg, rotbeest! Help! Ja, ik moet niet goed bij mijn hoofd zijn helemaal hulp te roepen midden in het oerwoud. Help! Help! Niet te geloven. Een vogel geeft antwoord. Oh nee. Nou, dat is dan het einde. Zelfs de andere roofdieren zijn bang voor hem. Nou, met een beetje geluk zit hij achter hen aan en niet achter mij. Nou nee, mij moet hij hebben. Spook zal u geen kwaad doen. Het is mijn vriend en Pichu hier ook. We waren al naar u op zoek. Echt waar? En wie ben jij dan? Ik ben Jana. En dit zijn mijn vrienden, Dr. Ben Cooper en Montaro. Ik ben Stephen Lee. Wat ben ik blij dat ik jullie zie, zeg. Ik zou u best een hand willen geven, maar ik zit hier zo vast als een huis. Daar is wel iets aan te doen, dacht ik. Bedankt hoor, Pichu. Dankjewel, Spook. Bent u verder helemaal in orde, meneer Lee? Alleen mijn enkel. Ik heb hem verstuit, denk ik. Nou, dan maar eens even kijken. Beetje geknust waarschijnlijk. Kunt u erop staan? Doet wat pijn, maar het gaat wel.
Als u het niet erg vindt, zou ik er toch wel even een röntgenfoto van willen maken. Nou, sorry, nee, dat kost te veel tijd. U moet me namelijk helpen mijn vliegtuig terug te vinden. En mijn lading. Ik had namelijk een nog zeer geheim nieuw soort bom bij me toen ik neerstortte. We zullen proberen u te helpen, maar het gebied is zeer uitgestrekt. Sommige dingen vind je in het oerwoud nooit meer terug. Daar heb ik iets voor. Dit zendertje wijst ons de weg. 118 graden. Recht vooruit, die kant op. Kom mee. Toch is het beter als u met Ben Cooper naar huis gaat. Jan en ik zoeken dan uw lading wel op. Heel aardig, maar die bom valt onder mijn verantwoordelijkheid. Nou, dan gaan Tico en ik vooruit. Wij zoeken hem op en blijven in de buurt tot jullie komen. Montaro en Spook zullen jou en Ben begeleiden. Goed, maar denk eraan nergens aankomen. Je zou per ongeluk de tijdklok van de ontsteking kunnen aanzetten en dan duurt het niet lang of het ding ontploft. We zullen heel voorzichtig zijn, hè Tico? Voorzichtig. Als jullie het grote ei laten vallen, zal de hemel God jullie zwaar straffen. Tja, Chico, we hebben hem wel gevonden, maar we zijn niet de eerste. We moeten het grote ei van de hemel God veilig naar het dorp brengen. Nee, Shaman! Het is van iemand anders en hij komt het straks halen. En het is heel gevaarlijk. Je hebt ongelijk. Het ei is een geschenk aan onze stam van de goden. Ik heb zelf gezien dat de grote donder en bliksemvogel het ei voor ons uit de hemel liet vallen. Zo is het. En Shaman droeg ons op het ei te gaan halen. Nee, jullie donder en bliksemvogel is een vliegtuig. Een machine, door mensen gemaakt. En het geldt ook voor dat ding wat jullie een ei noemen. Je woorden zeggen ons niets. Jij bent door de vuurduivel hierheen gestuurd. Nee, echt niet. Luister toch naar me. Ze probeert ons te betoveren. Grijp haar. Alsjeblieft, jullie begrijpen het niet. De tijdklok loopt. Shaman, er dreigt gevaar. De uitwerking is veel erger dan jouw vuurduivel. Nee, dit is het hemelse geluid van de goden. Gods toren zal over je komen. De hemelse God beveelt mij je mee te voeren naar ons dorp. Als zijn gevangenen. Oh, wacht eens even. Er klopt iets niet. Het signaal verandert van richting. Misschien zijn we wat uit de koers geraakt door het dichte oerwoud. Dat kan, maar dat verklaart nog niet waarom het signaal 10 graden verandert, terwijl wij stilstaan. Nou, iets beweegt dus. En als wij het niet zijn, moet het uw gevaarlijke lading zijn. Misschien is iemand zo van voor geweest. We moeten opschieten. Shana kan in gevaar zijn. Hé, hey, wacht op ons. Het is te gevaarlijk. Gevaarlijk? Een belofte gaat in vervulling. Het grote ei behoort hier bij ons. Het past precies. Het moet een toeval zijn. Nu is ons afgodsbeeld van de hemelgod compleet. Het zal ons beschermen tegen de vuurduivel. Vertel me dan wie uw vuurduivel is. Misschien kan ik u helpen. Ze doet alsof ze van niets weet. Neem haar gevangen. Mannen, luister. Zoals ons beloofd is, zullen de hemelse God en de vuurduivel elkaar bevechten. En jij zult je er niet mee bemoeien. Sorry, maar ik kan dit niet op me laten zitten. Er dreigt gevaar. Hier ben ik nooit eerder geweest. Het lijkt wel een woestijn. En dat midden in het oerwoud. En volgens de zender moeten we er dwars doorheen. Opschieten dan, maar voorzichtig. Ik ruik zwavel. Hier moet een werkende vulkaan in actie geweest zijn. Een onbekende. Staat op geen enkele kaart vermeld. Spook wordt erg ongeduldig. Oh, wat een aardbeving. Snel, weg van die rand hier. We moeten niet op die rotspunt blijven zitten. Wacht! Keer terug naar jullie hutten. Het grote ei van de hemelgod zal ons immers beschermen tegen de vuurduivel. Kom terug! Het ei van de hemelgod heeft de vuurduivel niet verstaan. Nog eventjes.
politie uit zien te komen. Oh, ik kan nauwelijks ademhalen. Eindelijk. Oh, ik moet hier weg. Voor... dat ik wegkom. We redden het wel. Tico, kom maar. Mijn ketting. Oh, Tico, wat ben je toch fantastisch. Oh, we moeten voortmaken. Het kunnen we beginnen. Er zit een muur vast. Ik durf nauwelijks naar beneden te kijken. Hoorde jij iets? De vuurduivel valt het dorp aan. Lopen! Oh, gelukkig. Kom op, Tico. We moeten Montaro en de anderen tegenhouden voor ze hier zijn. Er moet toch een manier zijn om van die rots af te komen? Misschien kan de magische staf ons redden. De magische staf? Ja, let maar op. Het is niet te geloven. Kijk goed naar Montaro. Ha! Vlug, Spook. Het oerwoud in. Hé, en wij dan? Maak je geen zorgen. Montaro en Spook laten ons heus niet zitten. Maar ik hoop wel dat ze snel terug zijn. Ben Cooper! Vangen! Hier is een liaan. Hebben. We zijn zover. Gaat u maar eerst, luitenant. Maar het was uw verantwoordelijkheid, weet u nog? Doe maar. U moet volhouden, luitenant Lee. Ja. De volgende. Niet loslaten. Ben Cooper! Dat was op het nippertje. Laat ik dat niet nog eens hoeven meemaken. Bedankt, Montaro, een Spook. We danken al ons leven aan de magische staf. Nu moeten we Jana vinden. En de bom. Nog steeds langs de vulkaan. Deze kant op. Kom jou, Spook. Het grote ei van de hemelgod zal ons beschermen. Het is te laat. De vuurduivel komt eraan. Laten we deze kant op gaan, Tico. De dampen worden hier minder. Ik denk dat we er bovenuit klimmen. Hé, lekker. Frisse lucht. Oh, dus dat is een vuurduivel. Een werkende vulkaan. Oh, geen wonder dat Shaman zo bang is. We kunnen hier langs. Laat ik de richting nog eens goed bekijken. Gaan we de goede kant op, luitenant Lee? Luitenant Lee? Hé, hey, alles oké? Okay? Montaro, we hebben onverwacht bezoek. Ja, veel. Rennen, Spook. Zoek Jana. Mooi. De witte kat rent weg. Niet tegenspreken nu. Misschien hebben ze luitenant Lee al te pakken. Breng deze indringer naar Shaman. Misschien zullen zij de vuurduivel behagen. Antaro? Ben? Nou, Lee. Zit er dik in dat je verdwaald bent. Dit ding is nu nog het enige dat me de weg kan wijzen.
Tycho, kijk! Ze hebben het afgodsbeeld verplaatst. Wat is het, Tycho? Ze hebben Montaro en Ben? We hebben weer twee indringers te pakken. Dan nemen we hen in plaats van de vrouw die ontsnapt is. We zullen ze offeren aan de vuurduivel. En wie weet spaart hij dan ons dorp. Montaro, kijk, in het afgodsbeeld. Dat zal Lee's onvindbare bom zijn. Waar komt dat gepiep vandaan? Ze moeten de tijdklok van de ontsteking aangezet hebben. Bind hen aan het beeld vast. Mooi. Word je niet oversmoeld door een vulkaan, dan word je wel opgeblazen door een bom. Ja, we zullen ze redden, Tycho. Maar voor nu zijn er te veel krijgers. Tycho, we hebben hulp nodig. Wauw! Nu even op de andere wachten. De vuurduivel zal spoedig honger krijgen. Bedoelt hij dat het vulkaan weer gaat rommelen? Ja, dat bedoelt hij. Het is niet te geloven. Als de vuurduivel eenmaal roept, zul je wel anders piepen. Daar komen ze. Pichu, zitten! Kati! Karu! De dieren van het oerwoud vallen ons aan. Het dorp wordt overspoeld. De oerwoudgeesten zijn boos. We hebben de oerwoudgoden boos gemaakt. Wacht, de vuurduivel. Lopen! We hebben de oerwoudgoden boos gemaakt. Hier moet Jana achter zitten. Heb je haar dan niet horen roepen? Montaro! Ben! Jana! Opschieten allemaal. Als de krijgers eenmaal zien dat de dieren geen kwaad doen, komen ze heus wel terug. Bedankt, lieve vrienden. En nu moeten jullie er allemaal vandoor. Het is hier voor niemand veilig. Waar is luitenant Lee? De tijdklok. Blijf van het grote ei af, indringer. Maar die bom... Stilte! Grijp hem! De vuurduivel moet gunstig gestemd worden. En deze keer laten we ons niet meer wegjagen. Wacht, Shaman! Op die manier raak je nooit van jullie vuurduivel af. Jana, de tijdklok loopt al een half uur. Hij telt af. Over 2 minuten is het gebeurd. Je moet hem uitschakelen. Dat kan niet. Ik weet niet hoe. Wat bedoel je? Ik ben piloot. Geen bom opruimen. Het enige dat ik weet is dat hij implodeert. En binnen 2 minuten is het zover. Ik weet een oplossing voor zowel het redden van jullie dorp, van de vuurduivel, als het imploderen van de bom. Maar dan moet je me vertrouwen. Waarom zou ik een buitenstaander vertrouwen? Uw dorp is op het punt vernietigd te worden. Wij hadden kunnen vluchten, dat deden we niet. We kwamen zelfs terug. Waarom zouden we ons leven wagen als we u niet zouden vertrouwen? Wij zullen u vertrouwen. Wat kunnen we doen? We moeten uw vuurduif als het ware voeden met de bom. Het hemelse ei. Dat zouden we niet durven. Het is onze enige kans. We moeten voortmaken. Verwijder het grote ei uit het beeld. Het gaat niet. Het zit vast. Nog 1 minuut. Achteruit. Ik kan het wel. Met mijn ketting. Bedankt. Een halve minuut. Lopen allemaal. Dekking zoeken. 2, 1, 0. Hou je vast, Jana. Tycho! En omdat een imploderende bom alles naar binnen slaat, sloeg de hele vulkaan dicht. Dus, Shaman, jullie hoeven niet meer bang te zijn voor de vuurduivel. Wij zijn u zeer dankbaar. Ons dorp zou compleet weggevaagd zijn. We zullen ook niet meer uitkijken naar het grote ei van de hemel. Tycho zal het waarschijnlijk ook niet meer doen.